Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Sammy kreeg nou lekker de fles. Is al omgekleed. Liam en Jordi moet ik nog omkleden. Maar Liam die gaat dadelijk naar schooltje toe, hè? Ja, joef, nee. Liam gaat dadelijk naar schooltje toe. Dus even daarna boodschapjes doen. En ik moet zo'n ding halen voor loopsheid voor de hond bij de dierenwinkel. Want Joef is loops. Dus dat gaan we ook maar doen dan. Moet ook gebeuren. Ik heb Liam net afgezet. Hij was niet blij. Nee, hij was echt niet blij. Maar ik ga nu eventjes met Jordi en Sam eventjes gauw naar de winkel. En ik moet even naar de dierenwinkel zoals ik al eerder zei. Dus dan gaan we even fixen. Ik ben inmiddels weer thuis. De dierenwinkel was nog niet open. En Joef die is loops geworden. Dus ik, ja. Joef, doe nou niet zo gek. En ja, ik kon dus nog niet zo'n broekje halen. Dus ik heb zelf maar even wat geprobeerd te fabriceren. Het is nou een onderbroek van een van de kinderen geworden die ze nooit aandoen. Ik heb dit maar gedaan. Ja, als het nou voor nu werkt. Waarom niet, hè? En nu maar fruit gaan maken voor de kinderen. Wij gaan hier ophalen. We hebben Liam opgehaald. Hij is nou lekker een kastantje aan het eten. Jordi krijgt ook ondertussen. Sammy doet lekker slapen. Hè? Lekker happen, hè? Heel je hebt leuk gehad op schooltje, hè? Je hebt leuk gehad op schooltje, Liam. Ja. Ja, Jordi krijgt nog. Mama heeft nog een broodje voor jou. Kijk maar. Kom op, we gaan. Hop. Dat was bijna mijn vinger. Dus wij gaan lekker nou naar huis toe. We gaan nog wat drinken. En dan kan Liam naar bedje toe. Oké, begrepen. Over. Alles ligt in bed. En ja, Liam of Sam dan niet. Liam die sliep binnen 5 minuten. Dus die was helemaal op. En daarom vind ik het ook slim van mezelf dat hij altijd in de boldercar zijn boterhammetje krijgt. Want dat betekent dat hij thuis heel even nog wat drinkt. En dan kan hij lekker naar bed. En nu ga ik heel even wat eten. En wanneer Sam wakker wordt, Sam een flesje geven. Hier is alweer iemand wakker. Die is lekker koek aan het eten. Het ligt overal. Maar goed dat we Joef dadelijk hebben om het weer op te ruimen. Hè? Joef mag er wel eten, hè? Want Joef is loops. Dus Joef heeft net als mama wel eens wat extra's nodig dan. En Sammy die heeft nog niet meer geslapen. Die is wakker geworden, fles gehad. Toen wou ik niet meer slapen. Jordi ligt nog wel op bed. Ik ben ondertussen bezig met het eten. We gaan gado gado eten met hete ei en rijst en kipsaté. Want ja, je hebt het saté bij allebei nodig. Dus ja, hè, alles in één. Lekker. Alles is wakker hier. Jordi zit ranjaatje te drinken en zijn ritueel Boomba te kijken. Sammy heeft eventjes een latertje qua fles, want die begon een uur geleden in één keer en die was weg. Dus die heeft nu de fles. En Liam die zit lekker meloentje te eten, want ik had meloen meegebracht. En ja, voor de rest ben ik bezig met eten maken en van alles en nog wat. Mijn hoofd stroomt in ieder geval over van alles. Maar ja, die momenten heb je gewoon. Dus ja, op dit moment heel veel aan het nadenken. En ja, dan vraag je je af waarover. Nou, onder andere over de toekomst van Jordi. En ja, dat er toch wel wat gebeuren moet. En op aan het ruimen. En dan lukt het weer niet, want dan hangt er weer iemand aan mijn been. Hè, Liam? Dus ja. Maar voor nu eventjes dit. Mama? Ja? Wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben hier de laaien en de keukenkastjes aan het poetsen.
Ja. Want als ik het overdag zou willen doen, dan heb ik denk ik geen vingers meer. Nee, want dan doet iemand de laai iedere keer dicht. En de deuren dicht. En, ja. Dus de keukenkastjes binnenin moesten allemaal schoongemaakt worden. Maar als hij nou aankomt lopen, kun je hem gewoon weer omdraaien en loopt hij gewoon weer verder, hè? Dat is niet altijd. Dat doet hij bij jou, maar bij mij niet. Bij mij wil hij per se die laai dicht. Mm-hmm. En per se de deur dicht en alles. Ik heb er al een paar keer met mijn vingers tussen gezeten namelijk. Ja, je leert je kind iets en het bites you in the ass. En wat hebben we nog even buiten gedaan? Oh, we hebben... hoe heet dat ding waar een pony voor moet? De bollekar. De huifkar. Ja. Die hebben we de kap schoongemaakt. En nieuwe stokken erin. Nieuwe stokken erin, want er was er eentje afgebroken. Twee toch? Waren er twee afgebroken? Ja. Oh, waren twee afgebroken. Ja, dat hebben we ook nog gedaan. En het afval weg en... Dat heb jij gedaan, dat was niet mijn taak. Mijn taak is om dit te doen. Want als ik dat morgen moet doen, dan heb ik geen vingers. Ja. Ik kan niet meer vloggen. Succes nog in de keuken. Ja, komt goed. En volgens mij zijn we klaar voor vandaag. Ik niet, maar een paar vloggen wel. Ja. Dus tot morgen. Yes, doei. Een hele goede morgen. Ben je een duim? Ja. Liam is ook al wakker. Hé jongen, we hebben ook allemaal al geknuffeld. Ja. En Jordi is ook al wakker. Ja, kijk eens. Ik ben gisteren tot 1 uur bezig geweest met de keuken. Maar ja, daar heb ik wel alle kastjes af. Ik moet alleen het kastje boven de koelkast en de oven nog heel even schoonmaken. En de koelkast had ik al gedaan. Liam die is mij een massage aan het geven. Daar ben ik tot 1 uur mee bezig. De taart was helemaal schoongemaakt. Gedaan wat ik moest doen en zo. Alles om maar niet blauwe vingers te kunnen krijgen. Wil je ook vertellen? Hi. Oh, Sammy. Sammy. Die is van Sam, hè? Laat staan. Dank. Ja. Wat ga je nou doen, Jordi? Jordi is op dit moment zo heerlijk relaxed. Liam heeft straf, daarom zit hij dit te doen. Hij is zo heerlijk relaxed momenteel. Dit is gewoon echt... Dit is lang geleden. Hè? Schatje patatje. Dat hij zo relaxed was zoals hij nou is. Yay! Het is een mooie dag om naar het strand te gaan. Volle snelheid vooruit. Ja. Hij is echt zo relaxed. Het is gewoon heerlijk. Ik had Liam even omgekleed. Nou, het shirtje is al te kort. Ik ben nu ook, ben ik heel eerlijk, in alles een beetje aan het uittesten hoe lang zijn shirtjes nog zijn. Dus deze weet ik dat hij de bak in kan voor wanneer Sam oud genoeg is. Je lag net zo lekker lief bij mama. Je lag net zo lief bij mama. Mama wou het even vastleggen. Die net lekker met mama kroelen en knuffelen. Maar zodra die camera erbij komt, dan doe je het niet meer. Ja, Sammy ligt te slapen, hè? En Jordi is je Froos aan het kijken. En wij zijn lekker even aan het kroelen, want mama is straks met Jordi de hele tijd gekomen. Ja, nou ben jij het nu. Brood gegeten. Liam ligt op bedje. Jordi krijgt de flessie. Nee, blijf eens liggen jij. Sam die slaapt nog, want die zal zo alweer wakker worden. En dadelijk gaat
iemand die lekker naar bedje toe. Noem geen namen. En ja, dan ga ik even eten. Joef, hou er eens mee op. Het kind is vervelend. Wat is dit nou weer? Oh, dat is zo'n ding. Joef, dat mag niet. Het kind is zo vervelend. Nou, zijn loopjes. Het is echt verschrikkelijk. Maar ja. Het is een paar weken. En dan is het weer voorbij. Met de luierbroekje aan. Ja, en nou kom je met die natte klauw in mijn gezicht. Liam is wakker. Helemaal zijknat. Lukt het met de duim? Hallo, nee, ik heb al een ander shirt aan moeten doen waar ik helemaal onder je zevend heb. Ik kan wel merken dat jij mijn derde kind bent. Dat is nog gekker als Liam. Is er iemand wakker? Hallo? Oh. Heb jij lekker geslapen? Heb je die? Oh. Ja. Hi. Mama vastpakken? Wil je mama even vastpakken? Hé, hey, ik geloof het. Dan gaan we zo. Ik heb hem goed vast, hoor. En toen?
bitch. Ja. De macaroni saus is klaar. We gaan het even pruttelen. Het wordt dan namelijk nog iets dikker. Wat ik wel altijd zo jammer vind als je je keuken hebt gedaan. Hè? Het is allemaal schoon. Ja, dan is het in één keer niet meer schoon. Dat is voor mij toch altijd wel een dingetje. Dan heb je echt hard gewerkt om alles even helemaal een grote beurt te geven. En dan is het niet meer schoon. Maar hè, het zij zo. Ik denk dat er hier iemand aan het slapen is. Oh, toch niet? Dan zit je daar toch stil? Wat ben je aan het doen? Wil je in de box liggen? Mama, je in de box liggen? Ja? Kan mama dat doen? Hm? Volgens mij ben je een beetje moe. Ik ga hem even in de box leggen. Die ligt even in de box. En ja, wat ik dus aan het zeggen was, ik vind dat zo zonde. Hè? Dan heb je alles helemaal netjes. En dan, maar ja, dat hoort nou eenmaal bij het leven. Jordi is nog niet wakker. Ik heb hem nog niet gehoord. Ik ga zo wel even kijken of hij wakker is. En dan, ja. Ik dacht, ik maak de saus vast. En dan hoef ik niet zo te haasten met het eten. Want macaroni is zo gekookt, rijst is zo gekookt. Voor de mensen die het niet weten, Jordi mag geen macaroni, want daar loopt hij op vast. En dat willen we niet. Dus vandaar, even proeven. Mama, lekker eten gemaakt weer. Ja. Ja, dit is een gevaarlijke vriend. Hé, hey, vrolijke pebble. Weg hier. Move it. Lopen. Wil jij hem dicht doen dan? Goed zo. Dank. Heb je goed gedaan. En waarom hij ook in de keuken staat, is voor het volgende. Kijk uit voor je vingers. Goed zo. Hij weet dat als ik in de keuken sta, dat er altijd iets lekkers te halen is. Dus, daarvoor komt hij ook naar de keuken. En dan krijgt hij van deze moeder altijd wel een hapje. Liam, wil jij proeven? Wil jij proeven? Nee, nee, nee. Is het lekker? Volgens mij vind je het wel lekker, hè? Ja. Ja. En toen waren we beneden. Dan kan hij even lekker nog wakker worden. En dan krijgt hij zo dadelijk drinken. Zet mama Boomba aan. Hè? Mama jouw luier dadelijk doen. Maar dat kan ik allemaal niet nou gelijk doen. Want als ik dat allemaal gelijk ga doen. Dan is het net zo moeder. Goed zo geinig. En dat wil ik niet. Ik wil hem ook zelf hebben. Hij is de hele tijd al zo relaxed vandaag. Dat wil ik wel zo houden. Dus, ja. Een beetje dubbel. Maar even wachten en dan kan alles gedaan worden. Aangezien ik toch allemaal flessen naar binnen moet krijgen, doe ik het allemaal maar eventjes tegelijk. Dan heb ik de ene weer aan het schreeuwen en de ander bla bla bla. Nou, hè, dat gezegd hebbende, Liam heeft straf. En die blijft zitten in zijn stoel totdat ik hier klaar ben. Want hij was Jordi aan het stampen. En dat moet zo zachtjes ook. Dus ik had hem al gewaarschuwd en hij deed het nog een keer. Nog een keer gewaarschuwd, al weggehaald daar. Nog een keer gaan doen, teruglopen, expres moeten doen. Dan is mama's klaar en dan zit hij in zijn stoel. En dan vindt hij niet leuk.
Maar hè, normaal is het echt maar een paar minuutjes dat ik hem erin zet. Maar ja, nu heb ik toch eventjes twee jongen die iets moeten van me. Dus dan moet hij maar even wachten. Zoals jullie weten is Liam nou een paar keer naar schooltje geweest. En morgen gaat er een juffrouw voor het laat zijn. En ja, die heeft Liam dus een paar keer nou gehad. En ja, ik vind dan toch altijd zoiets van, hè, wat moet je dan doen en zo. Dus ik heb Liam laten kleuren. En ik ga even laten zien hoe het geworden is. Ik heb gewoon een A4'tje gepakt. Die heb ik dubbel gevouwen. Liam heeft zelf ook even een kunstwerk erin gevouwen. Toevallig heet die juffrouw ook Mandy. Dan staat daar lieve juf Mandy. Dan sla je hem open. Het was kort, maar zeker krachtig. Dikke knuffel Liam. En dan alles wat hier is, heeft Liam allemaal gekrabbeld. En dan had ik dit gedicht gevonden. Voor jou tover ik een kusje. Een kusje op je wang, die je van mij mag bewaren, zolang als het maar kan. Dat kusje is bijzonder. Het heeft een eigen naam. Het is een afscheidskusje, omdat je bent weggegaan. Dus ja, een klein boekje van gemaakt. Ik vind het namelijk toch altijd wel leuker dat de kindjes zelf iets maakten. Maar ja, Jordi kan dat natuurlijk niet, dus dan moet ik het altijd voor Jordi doen. Maar ja, in dit geval kan Liam wel gewoon kleuren. Dus vandaar dat ik een soort van kaart heb gemaakt. Ja, dat gaan wij nu allemaal doen, hè? Allemaal knutselen en zo. Ja. Het is wel heel eventjes, hou je bij de les, jongen, maar komt wel goed. En dan is dit de macaroni. Ik ben even nog rijst aan het koken bij Jordi. En ja, dat is mijn macaroni. En dan heb ik voor 1, 2, 3 keer eten voor Jordi. Die bakjes gaan in de vriezer. En 1, 2, 3 voor Sam. En voor Liam heb ik natuurlijk ook 1, 2 en dan een bordje wat ik nu ga maken voor hem. Dit is het bordje van Liam. Ik doe er altijd wat kaas op en ik had natuurlijk kaas en mullen, een eitje en een augurkje. Jordi heeft ook een eitje en kaas. Maar augurk eet Jordi dus niet. Maar dit krijgt Liam dadelijk voor zijn neus en dan gaat hij gewoon lekker smullen en dan eet hij wat hij eten wil. Zo heeft hij van alles wat hij kan kiezen. Niels, hoe was het om macaroni te eten? Lekker. Ja? Hebben de kindjes goed gegeten? Je hebt mijn kinderen geprobeerd, hè? Ja. En Jordi heeft ook goed gegeten, toch? Ja. En nou hebben de kindjes gewoon de pyjama's aan. Een natte lap in hun gezicht gehad. Dadelijk tandje poetsen. Ja. Ja, flesje. Ja, flesje en dan naar bed. En Sammy, die is aapje geworden. Ja. Hi. Dus ja, dat is de situatie nu. Ze zijn in ieder geval allemaal weer schoon en schone pyjama's aan. Toet, toet. Toet, toet. Goed zo. Tuut, tuut. Doe maar. Papa, hij wil tuut, tuut doen. Tuut, tuut. Tuut, tuut. Tuut, tuut. De kindjes liggen op bed. We hopen dat ze gewoon gaan slapen. Sam slaapt al, maar we hopen dat hij niet wakker wordt. Ik ga hier eventjes aan de gang. Niels die gaat mij min of meer helpen. En dat was het eigenlijk. Ja, dus we kunnen de vlog gaan afsluiten. Ja, gaan we bij deze ook doen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.